De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoedadviseurs, Mick Toren en Kranenverhuur Volendam, Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen. Paas, had je juk? Ja, lekker. Ja, ik ga er denk ik een paar verstoppen voor mijn kleinkinderen. Of voor Nettie, ja, je weet het maar nooit, hè. Maar er wordt natuurlijk ook gevoetbald met de Pasen. En daarover praten we met onze gasten. En dat zijn Edo Ophof en Michel Kreek. Welkom bij aflevering 103 van De Aftrap. Michel Kreek voetbalde voor Ajax, voor Vitesse, Willem II in Italië en ook nog in Griekenland. Maar haalde zijn meeste prijzen toch eigenlijk gewoon bij Ajax. Michel, welkom. Is dat achteraf ook de mooiste periode uit je carrière geweest, die beginperiode? Nou, als je in het begin van je carrière, als je prijzen wint, dan is dat heel gewoon eigenlijk. En op het moment dat je weggaat bij Ajax en je gaat naar Italië en je gaat daarna weer naar Vitesse en je wint geen prijzen meer, dan besef je eigenlijk pas hoe bijzonder het was in je periode bij Ajax. En ja, dat was een hele bijzondere tijd. Maar ik denk wel dat het goed voor mij was dat ik op een gegeven moment ook... ik was opgegroeid bij Ajax, was 8 toen ik begon. Ik was 23 toen ik wegging. En altijd in die beschermde wereld van Ajax geleefd hebben. En toen ging ik naar Italië en werd ik eigenlijk in de diepe gegooid. Dus dat was eigenlijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling was dat hartstikke goed. En heb ik daar een hele mooie tijd gehad. Over die tijd gaan we straks nog verder praten. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Edo Ophof voetbalde in de jaren 80 8 seizoenen voor Ajax. Edo, welkom. Dankjewel. Even schot voor de boeg. Gaat Ajax volgend seizoen weer meedoen om het landskampioenschap? Als het goed is wel. Ja? En waar baseer je dat op? Ja, Ajax hoort altijd mee te doen om het kampioenschap. Ja. Dus ja. Waarom niet? Ja, maar er moet wel wat een en ander gebeuren, denk ik. Nee, dat is duidelijk. En dat we nog een ver of een weg te gaan hebben, dat is ook een ding wat zeker is. Maar ja, die ambitie moet je altijd blijven houden. Ja, we gaan er straks even over verder. Goed. En achter de bar, zoals elke week, Nettie Schilder. Nettie, goedenavond. Goedenavond, Edward. Michel, heb jij naast voetbal nog een andere passie? Dat is eigenlijk na mijn carrière is het golf geworden. Oké. Ja. Dat is wel heel wat anders. Nou ja, het is nog steeds iets met een bal. Het is nog steeds op een grasveld. Maar ja, dan hoef je niet meer te rennen. En nee. Het is nog steeds heel uitdagend. En ja, daar heb ik eigenlijk wel een nieuwe passie in gevonden, ja. Nou, leuk toch? Ja, heb je dan wat aan balgevoel? Ja, toch? Precies. Dus ze zeggen van wel, het is natuurlijk oog-voetcoördinatie is wat anders dan je oog-handcoördinatie. Ja. Maar ik denk dat de meeste jongens die gevoetbald hebben ook wel gevoel hebben voor andere balsporten. Ja, bijvoorbeeld tennis ook, weet je. Ja. Dus je bent zijn best wel voetballers ook wel goed. Ja. Je bent best wel een aardige golfer. Nou ja, ik wil beter. En, word je nog beter? Je wordt nog steeds beter, ja? Maar je moet er ook de tijd voor hebben. Mm-hmm. Want uiteindelijk de regelmatigheid, zeg maar, om die aan te kunnen brengen, dat zorgt ervoor dat je beter wordt. En dat is de laatste tijd is dat helaas niet het geval. Dus helaas, ik heb natuurlijk andere mooie uitdagingen waar ik mee bezig ben. Ook daar komen we straks nog over te spreken. Eerst maar eens even naar de actualiteit. Want in Amsterdam is het hoge woord eruit. John van het Schip is komend seizoen niet de hoofdtrainer van Ajax. Dat vertelde hij op de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Nou goed, voor mijzelf, en dat heb ik ook continu aangegeven, is het vanaf het begin duidelijk geweest dat ik dit zou doen tot het einde van het seizoen. En we weten inderdaad ook allemaal dat in de voetballerij dingen kunnen veranderen. Maar ja, ik ben daar nogmaals, is voor mij geen probleem. En ik denk ook niet voor de spelers. Edo, dit is eigenlijk geen verrassing, toch? Nee. In principe is dit, zoals John het ook zegt, is dat de weg die waarvoor gekozen is. En tot op heden is het alleen maar complimenten. Want hij heeft het tot op heden ook uitstekend gedaan. En met alle moeilijkheden die er spelen. Maar dat er dan weer een nieuwe trainer gaat komen, ja, dat was wel in de lijn der verwachting. Ja, dan ga er maar aan staan, Michel, om het eventjes over te nemen. Als je in zo'n zootje bagger zit, laten we het zo maar zeggen. Nou ja, het is inderdaad, wordt het een uitdaging. Maar ja, dat weet je ook als je begint als hoofdtrainer ergens aan. Je bent de verantwoordelijke ben je. En je bent het beeld voor een club.
En ja, het is ook voor Ajax nu om op zoek te gaan naar een hoofdtrainer wie de weg terug weer kan vinden. Heb jij een optie? Daar ga ik me niet aan wagen. Hey, maar Edo, ik zit nog te denken, jij zegt hij heeft het uitstekend gedaan. Is dat niet een beetje heel enthousiast? Ja, natuurlijk. Weet je, als je gaat kijken naar het spel, naar de punten, naar de plaats. Je kunt er van alles van vinden. Maar volgens mij hebben we ook een periode gehad dat we stijf onderaan stonden. Ja. En dan moet je. Dat tikje geflatteerd allemaal natuurlijk, hè? Maar de realiteit was dat we er stonden. Ja. En dan is het natuurlijk wel geflatteerd. Maar dan moet je wel eerst de rust er weer in zien te krijgen. Alle geledingen weer dezelfde kant op proberen te krijgen. En dan denk ik dat het een behoorlijke helve job is. En dat het wispelturig blijft. En dat het de ene week beter en de andere week minder. Ja, dat is natuurlijk ook conform de selectie en alles wat er omheen zit. Wat ja, precies. Er zit eigenlijk niet heel veel meer in dan plek 5, misschien 4. Maar dat is het wel. Ja, ik denk als je plek 4 zou halen, dan kun je het vergelijken met een kampioenschap. Ja. En plek 5 is denk ik realisme. Ja. En zelfs tegen PEC Zwolle uit zondag. Ja, dan hou je toch ook je hart vast, want ze hebben nog meer blessures erbij gekregen. Ja. Bijvoorbeeld Henderson, nou, Brobby nog steeds niet fit. Ja. Ik heb hier een lijstje met Berghuis. Berghuis en ja. Wordt er niet makkelijker op? Nee, en als je niet goed draait, heb je ook altijd meer blessures en je hebt ook altijd meer schorsingen. Ja. En dus dat is evident. Aan de andere kant, je hebt het er maar mee te doen. En voor Ajax op dit moment is gewoon elke wedstrijd is een uitdaging. Ja. En dat kun je ook alleen maar bereiken door met z'n allen de keihard voor te werken. En ja, op dit moment kun je niet meer verwachten, denk ik. Nee. Maar play-offs, je moet er toch eigenlijk niet aan denken. En je weet niet hoe het afloopt. Het is eigenlijk allemaal niet des Ajax. Nee, maar het is de realiteit op dit moment. En daar moet je mee dealen. En dat moet je zo goed mogelijk... Moet je daarmee omgaan op kon je dit moment? Ook nog in botsing met de toppers? Ja. Met die play-offs? Ja, dus, ja. Ik heb er niks meer over gehoord. Maar ze hebben het probleem natuurlijk voor zich uitgeschoven. Van arena is geboekt door de toppers. Ja, zorgen dat we de play-offs dan maar ontwijken. Ja, ja. Kroes, heb je daar vertrouwen in? Ja. Heb je hem toevallig al ontmoet of niet? Ja. En wat maakt hij voor indruk? Ja, goed. Volgens mij weet hij heel goed, is hij goed voorbereid. En weet hij heel goed wat hij wil. En dat zal de komende tijd zal dat gaan blijken natuurlijk. Ja, Edo, ken je Alex Kroes verder? Ik ken hem redelijk, ja. Ja. En wat is jouw mening over hem? Ja, ik denk, maar ja, goed, de toekomst moet het uitwijzen. Maar wij verwachten toch wel dat op dit moment de juiste man op de juiste positie is. Iemand die natuurlijk vanuit Ajax komt. Daarnaast natuurlijk ook de voetbalindustrie als geen ander kent. Of het nou qua spelers is, qua organisatie. Dus ja, wat dat betreft, qua package, is het gewoon de ideale man op dit moment. Ja, en je zegt wij, omdat je zit ook in de verenigingsraad, hè? Bij, ja, bestuursraad. Bij, bestuursraad, ja. Ja. Hoe zit er daar nog meer in eigenlijk, Edo? Onder andere als voetballer is Pim van Dort daarbij. En we zijn in totaal met 9 mensen. Ja. En waar staan jullie eigenlijk voor? Voor de mensen die dat niet... In principe zijn wij het bestuur van de vereniging Ajax. En daarnaast zijn wij zeg maar verantwoordelijk als groot aandeelhouder. Hè. We hebben 73% van de aandelen van de NV, van het beursgenoteerde bedrijf. Dus we doen er wel toe. Ja, jullie waken ook over de cultuur van Ajax eigenlijk. Ja... Het woord DNA, dat is langzamerhand ook wel uitgekauwd, denk ik. Maar we staan wel voor Ajax. Ja. Dat is een ding wat zeker is. En op dit moment is het natuurlijk enorm belangrijk... dat we in ieder geval cultuurrichting... dat we dat mede, zeg maar, blijk geven voor een nieuwe toekomst. Er wordt vaak gezegd, er is geen talent meer bij Ajax. Het komt niks aan. Is dat zo? Of is het minder somber dan dat er geroepen wordt? Dat denk ik niet. Ik denk dat er genoeg talent nog bij Ajax rondloopt. En dat er ook in de jongere jeugd nog steeds veel talent rondloopt. In het eerste elftal loopt een hoop talent uit eigen jeugd loopt er rond. Alleen, ze hebben het op dit moment wel hartstikke moeilijk. Om, in een normale situatie heb je natuurlijk een aantal routiniers... die de jonge jongens bij de hand kunnen nemen. En op dit moment moeten de jonge jongens...
Die moeten het vooral, of veelal moeten ze het ook zelf rooien op dit moment. En ja, dat is niet makkelijk voor een jonge speler. Nee, want je moet er niet aan denken als je eigenlijk 17 bent, dat je aanvoerder bent van Ajax en alles moet gaan uitleggen aan de media. Even Hato, wat gebeurd is. Goed, ja, als ik het vergelijk met mijn eigen situatie toen ik mijn debuut maakte bij Ajax 1. John van het Schip die was daar, Danny Blind, Siloy, Stanley Menso, dat waren allemaal. Ja, als je daarin komt, dan word je meegenomen. Het is een warm bad eigenlijk. Ja, nee, goed, dat zijn ook de jongens dan die je meenemen, wegwijs maken en ook de klap opvangen. En op dit moment moeten de jonge jongens moeten dat nu versneld het hele proces door. Zie jij dat ook of heb je daar geen zicht op? Talent is altijd heel lastig te benoemen natuurlijk. Hè. Wat is een talent? Voetbaltechnisch gezien lopen er absoluut talenten tussen. Maar goed, het mentale aspect is natuurlijk ook heel belangrijk. En op dit moment is het denk ik het meest belangrijke dat je weer een basis gaat krijgen. Kijk, je hebt natuurlijk of je nou naar jong Ajax gaat kijken. De spelers die normaal zouden rijpen in jong Ajax, die worden nu al bij één voor de leeuwen gegooid. Ja. Dus je bent iedereen eigenlijk uit zijn comfortzone aan het trekken. Iedereen moet zijn stinkende best doen om Ajax 1 zo hoog mogelijk in het vaandel te houden. Bedoel je dan ook bijvoorbeeld een Arjani Marta die dan voor de leeuwen gegooid wordt en eigenlijk dan ook weer heel snel weer afgevoerd moet worden omdat het dan net niet allemaal past? Is dat dan een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld? Onder andere. Om te vroeg. Of het te vroeg is. Het heeft natuurlijk met kwaliteiten te maken. Het heeft met de persoon in kwestie te maken. De positie te maken. Op het moment dat er een gebrek is aan kwaliteit in het eerste elftal. Dan ga je proberen dat te compenseren met spelers uit andere teams. En als het dan rommelig is en onrustig. Dan worden de spelers ook niet beter van. En dat is lastig. Dus als er nou eerst is om meteen weer rust gaat komen in de organisatie, rust gaat komen in je teams. Dan komen die spelers vanzelf weer in hun kracht, in hun kwaliteiten. En dan zit daar voor de toekomst kwaliteit in. Ja. Is voor die jongens ook moeilijk, hè? Voor die jonge jongens, om dan in Ajax 1 te spelen. Als het niet loopt. Maar dat is altijd moeilijk. Het is wat Michel ook zegt. Op het moment dat je in een team komt, normaal gesproken staat daar in ieder geval een kapstok waar iets aangehangen wordt. Ja. En dan kun je groeien als jeugd zijnde. In dit geval is het er niet. Ja. En dan word je ook nog eens een keer gewoon, natuurlijk op het moment dat het niet goed gaat, word je ook afgerekend. En dat is onterecht op die leeftijd. Ja. Maar ja, het is wel de situatie waar we in zitten op het moment. Ja. Ja. Ja, het is Pasen en wie Pasen en voetbal zegt, denkt ongetwijfeld terug aan 2004. AZ verloor met 2-0 van PEC Zwolle. En dat zinde de toenmalige trainer van Alkmaar, dus niet Co Adriaanse. Die liet zijn spelers opdraven voor een straftraining inclusief paaseieren zoeken. Dat is nog sportief, meneer Adriaanse, als eerste. Sportief, ja, de trainer moet voorbeeld zijn. Het is nog eens een eerste paasdag, hè, dit? Ja, het is helemaal een paasdag, dit, hoor. Lekker training, joh. Ik had dat weekend Euro Disney geboekt in Parijs. En we waren dat weekend eigenlijk vrij. Typisch Co, die heel slecht tegen zijn verlies kon. Nou, dan ben je geïrriteerd. Op Pasen denk je altijd vrij te zijn. Dat is gewoon een grote kooltje. Ja. Die eieren, paaseieren, ben ik zat, dus dat heb ik nooit meer gedaan. Nou, dat is 20 jaar geleden. Zoeken en je vindt niks. Chocolade, huh? Elke keer als paaser moet ik aan deze training denken. Zou je hier nu eigenlijk nog mee aan kunnen komen, Michel? Want dit was wel typisch Co Adriaans. Ja, Co heeft meer van dit soort acties heeft hij gehad, volgens mij, in zijn carrière. Dat paste bij hem. En we kunnen niet zeggen dat hij niet succesvol is geweest bij zijn ploegen die hij heeft getraind. Dus ja, hij heeft een bepaalde cultuur heeft hij ook gecreëerd. En, ja. Maar zou je dan ook niet kunnen zeggen als speler zijnde van Jaco, de groeten. Gaan ze even lekker zelf zoeken. Ja, maar goed, je ziet dus ook in uw beeld, je ziet daar ook Kenneth Perez. Dat is ook een jongen met persoonlijkheid en die gaat ook gewoon in de modder liggen. En, ja. Dus ik denk ook dat er een cultuur was dat het ook geaccepteerd werd door iedereen. Omdat waarschijnlijk de kwaliteiten van de trainer herkend werden. En dat ze ook toch heel succesvol waren. Ja, maar hij heeft ze toch ook een keer terug laten lopen na een verlies? Dat was bij Willem II volgens mij. Ja. Ja, dus het is wel apart toch?
Nou ja, het is... Ik geloof niet dat Johan Cruijff jullie paaseier liet zoeken. Nee, maar die was op zijn manier toch ook wel hard, hoor. Als het niet goed was, dan... Dan wist je ook al waar je aan toe was. En ja, het is wat Michel zegt, Cody. Het is natuurlijk ook wel een gimmick. En het is natuurlijk ook qua team. Je ondergaat het met elkaar. Ze zullen de dag ervoor iets niet goed hebben gedaan. Want anders hadden ze niet terug hoeven komen. Dus ja. Nou, het mooie is, dit is 2004. In 2005 halen ze dus met bijna dezelfde selectie de halve finale tegen Sporting Lissabon. Hè. Dus, misschien wel vanwege het paal. Nou ja, dus, ja, wat is goed inderdaad in deze. Ja, het meest aparte vind ik nog dat er helemaal geen paaseieren verstopt waren. Wist je dat? Nee, ja, dat wist weet ik, ja. Zij liet zich gewoon echt zoeken om het zoeken van ik zal jullie krijgen. Wat heb jij op dat vlak wel eens meegemaakt als speler? Als het niet goed ging, wat deed een trainer dan? Wat kan je nog herinneren? Nou, ja, ik heb ook wel een paar keer meegemaakt dat je op je vrije dag terug moest komen. Of dat je rondjes moest lopen. Ja, dat was toen was dat niet ongewoon. En tegenwoordig wordt het toch anders benaderd eigenlijk. Ja, maar dat valt eigenlijk wel mee, wou je zeggen. Nou ja, dit is een andere tijd, andere benadering. En het geloof in strafrondjes lopen of dat soort dingen. Ja, daar wordt het nut ook niet meer zo van ingezien, zeg maar. Ja, Ido, jij zei Cruijff, die kon ook heel hard zijn. Wat deed hij dan, als hij niet tevreden was? Ja, het was natuurlijk niet zozeer het fysieke van rondjes lopen. Maar het waren wel de partijen scherp. Die werden er wel extra ingezet. En zeker de aanvallers tegen de verdedigers. En ja, daar speelde hij dan partijen scherp op 25, 30 meter. En dat waren dan ook partijen scherp. En spelers konden beter in het weekend een wedstrijd voetballen dan bij onze partij scherp spelen. Want dat was veel gevaarlijker. Ja, ik hoorde ook wel dat er dan vals gefloten werd door de assistent trainer. Weet je, dat expres niet fluiten bij een overtreding of zo. Dat soort dingen. Bobby Harms, dat was een aparte. Ja. En in de positieve zin overigens. Want mentaal was hij ijzersterk. Maar ook heel belangrijk voor ons als team. Die had wat bang... deed hij dan? Nou ja, die had zijn specialiteit was natuurlijk hersteltrainer. En op een moment tegenwoordig dan zie je, en het zal allemaal conform zijn, maar dat mensen in het rood komen, dan moeten ze stoppen en dan allemaal dat. Nou, Rob, bij Bobby of was het alleen maar, dan stond je in het rood. En als je die overleefde, dan kon je echt geen 100 of geen 90 minuten een wedstrijd aan. Maar dan kon je wel 120 minuten een wedstrijd aan. Nee, maar het was best een... Je moet er tegen kunnen. Zeker. In de periode dat ik bij Ajax kwam in het begin. Dat vergeet ik als geen ander. Ik kwam dan vanuit het Nijmeegse, noem ik het maar. En als je daar begon met trainen en al was die bal, al lag die nog op een stropdas bij iemand, dan kreeg je hem nog getrokken dat die bal zogenaamd niet goed was. Dat ik ook op een gegeven moment had zo van een paar weken van ik wou dat die lampen eens afbranden, want wat doe ik hier? Ja. Totdat je op een gegeven moment denkt van ja, weet je, dan moet je toch maar even naar jezelf kijken. Toen hebben we maar in de zomer de pinnen aangetrokken en toen zijn we maar aan de gang gegaan. En dan word je ook vrij snel geaccepteerd. Ja, ja, je moet erbij zijn. En vroeger, daar praten we over vroeger, hè. Maar toen hebben we ook een periode gehad natuurlijk. Dat was er ook sprake van dat mensen, zeg maar, de harde cultuur waar Ajax eigenlijk een beetje uit de weg ging. En dan liever bij een andere club aan de bak gingen. Maar hij bedoelde het, neem ik aan, goed, Cruijff. Om dus die spelers beter te maken. Uiteindelijk is dat ook, op dat de enige manier is, maar het is wel een van de manieren gewoon om je in ieder geval sterk te maken voor daar waar je wil komen. Ja. Er was de afgelopen week ook veel aandacht voor vrouwenvoetbal. Want bij AZ, daar speelden ze voor het eerst in 12 jaar weer in het stadion. Kwamen dik 4.000 mensen op af. Zondag bij PSV Feyenoord, een toeschouwersrecord. 12.000 toeschouwers op de tribunes. En afgelopen woensdag natuurlijk de kwartfinale Champions League van de vrouwen van Ajax. Ze verloren van Chelsea, maar ze stonden er wel mooi. We hebben een prachtig avontuur meegemaakt met z'n allen. En dat komt een keer tot zijn einde en dat is nu. En het is nu allemaal een kwestie van, het gaat nu pas echt landen allemaal. Want ja, nu lig je eruit, dus nu kan je het afsluiten. Maar het gaat nog wel even duren voordat het echt is bezonken. Maar ja, het was prachtig. Ik kan nog niet helemaal geloven gewoon dat ik hier überhaupt nog steeds sta in Stamford Bridge. Ja, het is wel echt ongelofelijk. Michel, jij bent 2 jaar assistent bondscoach geweest. Ja. Denk je dat de Ajax-vrouwen dit niveau vast kunnen houden? Ik denk dat het vrij uniek is wat ze dit jaar gepresteerd hebben. Het is natuurlijk ongekend dat ze op dit niveau deze resultaten hebben gehaald.
Het mooie vind ik dat bij Ajax ook in de geest van de club dat eigen talent wordt opgeleid. Ja. Je ziet hoeveel jonge meiden er eigenlijk spelen in het eerste elftal. Ja. En het is te hopen dat ook de competitie zo sterk wordt dat je ook je eigen talenten binnenboord kan houden. En dus inderdaad ook voor langere termijn mee kan gaan doen met de grotere clubs. En ja. Op dit moment is het nog wel steeds dat als jonge Nederlandse talentvolle meiden erboven uitspringen, dat ze vrij snel nog voor het buitenland kiezen, omdat daar de competities nog steeds sterker zijn. En omdat daar beter betaald wordt. Nou ja, uiteindelijk hebben we het over betaald voetbal. En dan moet er ook wel een bepaalde ondergrens moeten zijn om ook zeg maar betaald voetbal te kunnen spelen. En ja, goed, het vrouwenvoetbal is het afgelopen jaar natuurlijk zo explosief gestegen. En dat je ook groeistuipen hebt. En ja. Ja, men is hard bezig om de voorwaarden te creëren om volwaardige topsport te kunnen bedrijven. En ja. Ja, dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Ja, maar zou je dat tegen kunnen houden? Door goed te betalen, laat ik het zo zeggen. Ja, goed, uiteindelijk moet je ten alle tijde beter betaald. Uiteindelijk moet je ook de faciliteiten creëren. En moet je ook, als je een keuze hebt van je moet werken of je kan fulltime met je sport bezig zijn. Ja, dan moet je er wel ergens gecompenseerd worden. Ja. En ja, ik denk dat het een hele natuurlijke beweging is dat er nu wordt gestreden ook voor een bepaald minimumloon. Ja, ja, want ze hebben nu nog een onkostenvergoeding. Ja, dat gaat natuurlijk ook helemaal nergens over, Edo. Denk ik dan. Ja, je hebt altijd te maken met een stukje marktwerking natuurlijk. Dat hou je toch vanuit Nederland, maar zeker internationaal gezien. En wat Michel ook zegt, weet je, er worden nu reuzenstappen in één keer genomen als je dat vergelijkt met hoe het voetbal ontstaan is en nu het damesvoetbal. En dat er een normale en een goede beloning tegenover moet staan ten opzichte van de energie en alles wat erin gestoken wordt, dat is op zich is dat terecht natuurlijk. Of het zo terecht is zoals het bijvoorbeeld uit mijn hoofd in Australië en Amerikaanse landen is om het nationale team gelijk te stellen aan de heren. Dat is in Nederland al zo, hè? De internationals zijn gelijk getrokken. Het gaat echt om de clubcompetitie. Dat vind ik op zich toch wel een wat apart verhaal. En niet dat ik het of iemand dan ook misgun, integendeel zelfs. Maar het is wel een weg die er te gaan is. Maar wat vind je daar dan niet goed aan? Omdat het zichzelf niet terugbetaalt, bedoel je? Nou, commercieel gezien? Weet je, in zoverre dat de waarde die de meiden krijgen, of de dames krijgen in dat traject, is natuurlijk ten opzichte van grote toernooien, is prachtig, is goed. Het voetbal wat er in de laatste jaren natuurlijk gespeeld wordt, dat zie je zien er ook, zie je vooruitgaan. Maar ik vind wel dat het een proces is. En in het hele proces om dan in één keer bepaalde dingen compleet gelijk te stellen. Terwijl dat daar, en of het nou commercieel is of wat, natuurlijk een andere draagvlak aan ligt. Ja, dat vind ik toch wel, vind ik het heel snel gaan. Ja, maar die competitie, dat blijft natuurlijk wel een kip-ei verhaal. Wil je dat die competitie beter wordt, ja, dan zullen er partijen in moeten stappen die er geld in steken. Want dan word je, dan kun je fulltime voetballer zijn. Ik weet niet of jij in je tijd bij NEC full prof was eigenlijk. Want dat was natuurlijk in de jaren. Ik was full prof, ja. Tenminste, het tweede gedeelte. Want in de jaren 80 waren er natuurlijk bij de mannen ook nog gewoon spelers die 's morgens in de sportzaak werkten of de post rondbrachten. Maar goed, dat is ook niet in 5 of 10 jaar. Nee. Dat is ook niet gekomen. Nee. En het proces wat er nu in gaat is. En natuurlijk, weet je, alles gaat sneller en dat proces gaat ook sneller. En dat is ook logisch. Het is een andere tijd. Het is zeker een andere tijd. Maar je moet het ook in het, vind ik nou wel altijd wel een beetje in het juiste perspectief zien. Nou lijkt het overigens net of dat ik tegen. Of, nuanceer. Want dat is helemaal niet in vraag. Want als de een wat dat betreft juist provendamesvoetbal is, domineert zelf wel. Ja. Mijn dochters en alles speelt ook of hebben gespeeld. En dus ik ben enthousiast daarover. Maar je moet wel op een gegeven moment binnen de polstok blijven. En dat proces wordt nu, vind ik, wel een beetje heel snel, misschien wel te snel aangepakt. Oké, we gaan naar Kratje Trap. Howard 3, die had vorige week een heel goed resultaat in ons vaste rubriek Kratje Trap dus. En we gaan kijken of Always Forward daar overeen gaat.
Tim, dit is wel een hele spannende dag voor jou, wellicht. Wellicht, ja, ja zeker. Vriendin die is zwanger, dus 2 dagen geleden uitgerekend. Dus het kan zijn dat je zo meteen weg gaat rennen? Het kan zijn dat als we schieten, dat we in één keer moeten gaan rennen. Dion, je hebt ze dus, je hebt dit team opgegeven. Waarom dacht je van, dat kunnen deze mannen wel? Ja, voldoende kwaliteit natuurlijk. Een keeper moet je er ook altijd bij hebben. Oh, een keeper, ja? Ja, hebben we gezien in de items van vorig seizoen. Altijd erbij trekken. Je hebt even de boel geanalyseerd. Ja, ja, ja. En, goede voorbereiding. Iemand met een goede traptechniek heb je ook altijd nodig. Dus vandaar mezelf en Tim is er voor de lol bij. Ja. De benen voelen goed, toch? Zeker. Tim? Jawel, de benen zijn fit, hoor. Ja, we zijn er. Ja. We kunnen. Nu kan je nog schitteren. Nu ben je nog geen varen. Ik heb in ieder geval al raak geschoten, dus dat is het mooiste. Hey. Zijn jullie een beetje een hechtteam? Ja, 100%. Ja. Die keeper? Ja. Nou, die is kapot. Oh, kijk, hij geblesseerd meteen. Nou. Hij wordt helemaal niks meer. Ik denk, dit is een keeper, die vangt er wel. Geen keeper is goed, hè? Nou. Ja, we moeten op zoek naar een nieuwe rat, mensen. Zal ik hem voorstellen? Nou, kijk, hij gaat vast. Ik hou hem vast. Wacht even. Kun jij draaien? Wacht even. Stop hem op die. Wacht even, ja. Hij draait nog. Ja. Kijk, ja. Dat is een toppetje. Mannen even omdraaien. Ja. Naar de kratjes. Ja. De punten. Let's go. Ajax. Ja. 20. 20, Telstra, ja, sorry. Ja, Telstra 5 punten. AZ 15. Volendam 10. In de goal. 3 punten. 2 minuut 45 de tijd. Succes. De tijd loopt en de eerste bal. Ja, rustig. Oh my god. Ja! Yeah! 20 punten! Rustig naar de film! 20 punten! Lekker deze man! Zeker Ajax! Let's go! Oh, wat je! 3 puntjes! Ja. Anderhalf minuut onderweg! Van Ruud! Ja! 15 punten! Zelfs de keeper maakt punten! Ja, mannen, alles geven! Nee. Alles geven! Ah! Weinig ballen. Gaan jullie namen de tijd ervoor? Ja, 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 dan zie je, dan raak je wel wat. Nou, en dit dat vlak voor de geboorte van je zoon of dochter, dat, ja. Ja, dat is toch een heerlijk gevoel om zo je vaderschap in te gaan? Ik word erbij een emotioneel van. Ja, nou, je mag het even laten gaan, hè? Het raakt me. Het raakt je. Ja, even iemand anders. En geeft die man even een knuffel, ja. Hoe dan? Hey, hey. 70 punten voor de mannen van Always Forward. En dan komen mensen mee op de tweede plaats. Howard 3 blijft dus bovenaan met 75 punten. Wil je ook nog meedoen met dit spelletje, kratje trap? Stuur dan een mailtje naar onderstaand adres. Dan kun je deze bal winnen. Edo, als jij alvast de stift wilt pakken en jouw handtekening op die bal wil zetten. Dat hebben alle gasten hier aan tafel gedaan. Die bal kan je dus winnen als je opgeeft voor kratje trap. Michel, als jij ook je handtekening wil zetten. Edo, jij hebt bij al die jaren Ajax ook nog een seizoen bij AZ gespeeld. En hoe was dat? Ja, heel leuk. Moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb na mijn blessure, zeg maar, dat ik bij Ajax gestopt ben. Toen was ik inmiddels bij het sportmerk Lotto marketing en PR manager. En van daaruit ging ik sowieso dan diverse clubs langs. En ik werd door AZ destijds door Hans Eikenbroek uitgenodigd of ik daar wilde komen voetballen. En ja, we hadden gewoon een heel leuk team. En als je dan vanuit een club als Ajax, wat natuurlijk een enorm in verhouding grote club is, en dan destijds bij AZ wat compacter, wat kleiner. En Alkmaar ook wat compacter en kleiner. In die Alkmaar de Hout? In de Alkmaar. Ja. En ik niet alleen, maar ook mijn vrouw. Wat dat betreft hebben we daar hele goede herinneringen aan. Met wie speelde je daar samen? David Loggie, dat was van de meest bekende, denk ik. En we zaten toen wel in de transitiejaar, zeg maar, bij AZ. Hè, want het ging toen, het was gedegradeerd destijds. Dus dat wilde weer naar boven komen. Ja. Maar dat was in het seizoen 88-89. Jij hebt 32 wedstrijden gespeeld, 8 doelpunten. Ja. Als achteruiterspeler is dat best veel. Nou, ik heb bijna alles op middenveld gespeeld. Ja, serieus? Niet meer als back? Nee, niet als back, ook niet als centrale verdediger. Maar bijna alles op het middenveld. Maar bij Ajax was je toch regelmatig als back, hè, toch? Of? Ja, ook. Maar ook veel in het centrum en verdedigende middenvelden gespeeld. En, want in de afwisseling vaak, als er blessures waren, dan ik was nog wel een relatieve hoer van het veld.
Dus ik speelde op menige positie daarin. Maar nou, ook inderdaad, als Keijer bijvoorbeeld geblesseerd was of zo. Dan, Ja, Michel, jij hebt in Italië gevoetbald. Ja. En kort was je assistent-trainer van Frank de Boer. Heb je nooit eens heimwee naar Italië? Zou je terug willen? Dat zou ik gerust nog wel een keer willen. Ja. Ik heb daar een hele mooie periode gehad, zeker als voetballer. Als trainer was het natuurlijk veel te kort, die 3 maanden. Ja. Maar Italië is een fantastisch voetballand. En buiten het voetbal is het natuurlijk ook een fantastisch land om in te leven. En ja, als die mogelijkheid daar nog een keer zou zijn, dan zou ik dat zeker overwegen, ja, om terug te mogen keren. En heb je daar nog contacten? Zeker uit mijn Padova-tijd heb ik daar vrienden gemaakt. Ja. En ja, daar heb ik tot op de dag van vandaag heb ik daar contact mee. Die 3 maanden bij Inter waren natuurlijk wel... Dat was heel kort, hè? Dat was echt heel kort, hè? Ja. Ja, ik bedoel dat ze de doos uitpakken en weer inpakken. Dus. Ja, ja, dat was wel zonde, hè? Dat was heel jammer. Maar goed, ja, we kwamen daar in een wervelstorm eigenlijk terecht. Ja. En je weet ook in de top, zeker in landen als Italië, dat je resultaat moet halen. En op het moment dat je vanaf het begin geen resultaat haalt, dan... Dan zit je al gewoon in een hele penibele situatie. En dat was bij ons het geval. En wat doe je nu? Ik ben bij Ajax verantwoordelijk voor de verhuurde spelers. Dus de jongens die wij uitgeleend hebben, waar we nog steeds de potentie zien, of dat ze Ajax 1 kunnen halen. En over wie hebben we het dan bijvoorbeeld? Jury Baas, ja. Bij NEC. Nacho Univar bij FC Twente. En Christian Rasmussen, die in Denemarken bij Nordjylland speelt op dit moment. Die jongens zijn op dit moment uitgeleend. Spelen dus bij andere clubs. We moeten vlieguren maken. En dat doen ze nu op dit moment. En ja, dan hopen we eigenlijk dat ze door deze tussenstap uiteindelijk wel weer de stap terug naar Ajax kunnen maken. En wat doe jij dan? Want jij bent een soort intermediair tussen Ajax en waar ze nu zitten. Ik heb het contact met de clubs. Ik heb het contact met de jongens. Ik help ze, ik begeleid ze. Ik ben een klankbord. Ik ben tussenpersoon ook richting de clubs. Dus ja, om die ontwikkeling goed te kunnen volgen en daar ook een goede mening over te kunnen vormen. Doen ze het goed, die 3? Ze hebben het in het begin hebben ze het zeker niet makkelijk gehad. En, nee. Ze hebben wel steeds meer speelminuten gemaakt. Voor de een gaat het wat beter dan voor de ander. Maar uiteindelijk is het weer een stap hoger dan Jong Ajax. En uiteindelijk zijn dit ook jongens die Jong Ajax eigenlijk ontgroeid waren. Als je 60, 70 wedstrijden Jong Ajax hebt gespeeld, dan moet je de volgende stap maken. Ja. Maar we merken ook dat de stap van Jong Ajax naar de Eredivisie ook nog steeds best een grote stap is. Dus uiteindelijk is het hartstikke goed voor een ontwikkeling. En waar liggen jouw ambities eigenlijk, Michel? Wat zou je graag willen nog? Ik heb hier ook een foto. Ik ben begonnen bij Ajax als jeugdspeler. Zullen we die gelijk erbij pakken dan? Ik heb het eerste elftal gehaald. Dat is deze, hè? Voor de duidelijkheid. Hè? Dat was inderdaad een paar jaar geleden. In 1989 maakte ik mijn debuut. Ik was 8 dat ik bij Ajax binnenkwam. Dus ik heb de hele jeugdopleiding doorlopen. Ik heb het eerste elftal gehaald. Toen ik stopte met voetbal ben ik teruggekomen bij Ajax als jeugdtrainer. Dit is een andere foto. Daarin ook stappen gemaakt. Ja, je bent trainer van de D1. Ja? D1, ja, ik ben begonnen bij de E1. En uiteindelijk is het wel een ambitie ook om ook daar weer Ajax 1 te halen. En dan heb ik niet direct de ambitie om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Maar het lijkt me ontzettend gaaf om deel uit te maken van de eerste elftal. Wat het leuke is natuurlijk, dat Ajax staat voor jeugd, voor de doorstroom. Ik heb het mogen ervaren. En nou ja, aan deze kant als jeugdtrainer, als je dit elftal ziet. En dan zie je dus ook weer jongetjes van 9 of 10 jaar. Dan zie je Steven Bergwijn, dan zie je Philip Sander, zie je Masraoui. Abdelhak Nouri nog daarbij. Dus dat zijn ook jongens die weer het betaalde voetbal hebben gehaald. Die Ajax 1 hebben gehaald. Dus ja, die cyclus, dat was in mijn tijd, dat was in Edo's tijd. En dat zal Ajax, daar zal Ajax altijd voor staan. En dat is ook mooi. Dat vind ik ook het mooie van Ajax, ja. Ja. Edo, jij hebt ook een foto meegenomen en een speltje. Zullen we met de foto even beginnen? Dat is de foto met Cruijff. Ja, dat is de foto van... voor mij was het een legendarische wedstrijd. Dat was de wedstrijd Ajax-Feyenoord
Dat was in het oude Olympisch Stadion, zeg maar. En achteraf, wij waren, nou ja, toch redelijk beduust van het team wat er op ons afkwam natuurlijk. Mede gelet op dat Johan natuurlijk bij Feyenoord speelde. En ja, soms heb je van die positieve dagen. En dat was een aardige positieve dag voor ons. Met 8-2. En dat werd een 8-2 wedstrijd. En ja, die eigenlijk nog net voor rust hadden ze ook nog gelijk kunnen maken. En net na rust maakten wij met de kop over keien de bevrijdende 4-2. Ja, en de rest is historie. Dit is een mooi haasje. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem ook weer sinds hele lange tijd zie. Maar dit is mijn eerste interland. En die heb ik eigenlijk de ere van jou meegenomen, Jack. En dat heeft ermee te maken dat het mijn eerste interland was. Want ja, anders krijg je geen haasje natuurlijk. Nee. En dat was de thuiswedstrijd tegen Frankrijk. En misschien dat jij die man kent, Arnold Muren. Yeah. Maar die maakte toen de bewuste doelpunt, de 1-0 winst tegen Frankrijk. En als je daar dan staat en 60.000 man uitverkocht. En op dat moment had ik wel dat voor het eerst dan het Nederlands of het volkslied begon te spelen. En toen stond ik daar wel en dan ben je toch een stoere jongen. Maar toen dacht ik wel van, nou, als ik nou twee keer met mijn ogen knippen, dan begin ik ook te huilen. Dat doet wel wat. Dat doet absoluut wat, ja. En die impact, dat wordt nou zeg maar belichaamd door dat haasje. Maar dat was wel een, voor mij toen de tijd een ding. Mooi. Michel, heb jij dat trouwens ook met het volkslied? Nee, ik heb wel de eer inderdaad dat ik ook een interland heb mogen spelen. Ja, het is altijd iets aparts. En wij zijn niet zo'n, hoe zeg je het, patriotisch volk. Maar uiteindelijk, als dat volkslied speelt. En ik vind het vooral op het moment dat sporters iets gewonnen hebben en het volkslied speelt. Dat geeft altijd wel even rillingen, zeg maar. Dus dat vind ik altijd wel een speciaal moment. Ja, mooi. Ik zag het ook aan Joey Veerman, hè? Die scoorde natuurlijk van de week zijn eerste interland doelpunt. Die zei ook van, ja, dit is toch wel speciaal voor mij. Die had natuurlijk wel al wat wedstrijden gespeeld, maar je zag wel zijn reactie. Ja, maar die emotie, weet je, sport is emotie. En op het moment dat je dan, want dat zijn toch uitzonderlijke wedstrijden die je dan speelt. Hè? Je speelt ook maar één keer in de eerste. En als het dan ook een wedstrijd is, voor mij was het toen en zowel de eerste keer dat ik bij het Nederlands elftal was. En dan gelijk in de basis en dan winnen met 1-0 van Frankrijk. Wat toen voor de kwalificatie voor die WK voor Spanje dan was en zo. Dus er gebeurt wel iets dan. Was dat met Rijvers eigenlijk nog? Ja. En, dus dan gebeurt er wel iets met je op jonge leeftijd, 20 jaar. En dan, dat is wel een nieuwe belevenis in je leven. Maar het thuisfront is ook emotioneel, hoor. Want als je twee broers ziet staan, dat is voor je ouders en voor familieleden is dat ook best wel een mooi ding. Ja. Nou, maar het is wat Michel ook zei. Mijn oom was over vanuit Amerika. En daar wordt dat soort dingen nog heel anders beleefd dan dat in Nederland beleefd wordt. Ja. En dat zie je ook, hè. Als je daar in Amerika bent, voor elke wedstrijd wordt er altijd nog het nationale volkslied gespeeld. En wij zijn anders en we steken anders in elkaar. Maar nou, een beetje patriotisch mag je wel zijn. Slotvraag, Edo, daarover. Je hebt 15 interlands gespeeld. Het was een beetje in de donkere periode, hè, natuurlijk, van Nels. Het was een zwarte periode. Want je hebt geen eindronde gehaald, denk ik. Nee. Ik heb, 88 was we begonnen heel goed. Ja. En ook dit. Maar goed, het was dus de beroemde vrije trap in Frankrijk die onze nek omdeed. Ja, en vervolgens heb ik de eer mogen hebben om zowel met die dubbele wedstrijd tegen België, met Gruen, als de 12-1 van Spanje tegen Malta. Ja. En ja, dat waren wel heel exceptionele. Terwijl dat wij een heel leuk elftal hadden. Met jongens, met Van Basten, met Rijka, met Koelman. Nou, ik vind het allemaal maar gunnen. Maar misschien net te jong. Ja, door met ons elftal van FC. De aftrap in de goal staat Ramai, de doelman van Ajax. De achterhoede is ongewijzigd al een paar weken met Sugawara en Goes van AZ. Mirani van Volendam en Hato van Ajax. Klaas speelt met de punten achter op het middenveld. Hij is van AZ natuurlijk. Milan Haan van Volendam. Van Bommel van AZ. En El Kashati is er vorige week ingezet door Arvid Smit. Hij speelt bij Telstar. Niet toevallig denk ik. Pavlidis AZ en Brobby Ajax in de aanval. De scheidsrechter is Joey Coy, die werd ingezet door Dennis Kaars vorige week. En de coach is Regiel Simons uiteraard van FC Volendam. Michel, het is ons elftal. Ja. Ja, daar mag jij iets aan veranderen. Ja,
Ik wil hem eigenlijk iets anders insteken. Ik heb bij Heerenveen een jonge speler heb ik leren kennen. Safwan Karim. Die moest door omstandigheden de club verlaten. Die is naar Volendam gegaan. Heeft een paar weken geleden zijn debuut ook bij Volendam gemaakt. En eigenlijk wil ik hem in het elftal zetten. Niet omdat hij daar nu al aan toe is, maar eigenlijk een stimulans voor hem om zijn weg wel te blijven vervolgen. En hopelijk zijn dromen ook waar te kunnen maken om het betaalde voetbal ook echt te halen. Hij heeft daar nu een eerste stap in gezet. En ik wil hem eigenlijk... stimuleren. Een stimulans geven om vooral door te blijven gaan. Wat is het eigenlijk voor een speler, Michel? Een kleine technische linksbuiten, hangende linksbuiten, rechtspoot. Dus van de linkerkant technisch heel vaardig. Maar jong. Soms ook nog een beetje onbezonnen. En hopelijk gaat het kwartje bij hem vallen, zodat het talent heeft hij. Maar ja. Wat Edo net ook zei, het zit vooral wat er tussen je oren zit, gaat bepalen hoe ver je komt. Ja. En ik hoop alleen maar dat hij dat gaat beseffen en uiteindelijk een mooie carrière tegemoet zal gaan. Op welke positie wil je hem neerzetten en wie gaat er dan met andere woorden uit? Als ik, dan zou ik het eigenlijk... Ja hoor, schuif rustig. Zo gaan zetten. Ja. En dan zou Safwan op deze positie komen. En niet omdat ik Van Bommel geen... Hij mag eraf dan over Van Bommel, ja. Groot talent vind, want dat is absoluut. Maar wat ik zeg, om Safwan een... Hart onder de riem. Ja, of een veer in zijn kont, hoe wil je het noemen. Ja, veer in zijn kont. Edo? Nou, dan denk ik om in ieder geval... want het elftal staat nou een beetje door elkaar heen. En dat klopt niet helemaal. Het helemaal nieuw opnieuw neergezet. Dus ik denk dat ik... we hebben gisteren gehoord dat John ermee stopt als trainer bij Ajax. Ja. En eigenlijk als een stukje hommage daaraan. Dat vind ik het jammer voor de heer Simons, maar daar nemen we dan nu afscheid van. Oké. Okay. Zijn keihard hier, ja. En daarvoor zetten we dan John van Schip terug. En ik hoop dat hij de laatste 8 wedstrijden nog alles uit weet te persen. Ja. Zowel uit dit elftal als uit Ajax 1. En dat we in ieder geval het Europees voetbal kunnen veiligstellen. En dat zou voor hem natuurlijk, voor Ajax überhaupt... maar voor hem zeker een prachtige afsluiting zijn voor dit jaar. Kom lekker aan tafel zitten. Michel, mocht je willen reageren, dan kan dat natuurlijk via de mail. Volgende week dan zijn we er dus na de Pasen weer... met een nieuwe aflevering met nieuwe gasten. Ja, dan hebben we de huidige trainer van Telstar. Die heeft tussentijds het trainerschap overgenomen van Mike Snoe, Uli Landvreugd. En daarnaast zit Melvin Platje, ook een voormalig speler van Telstar... en tegenwoordig voetballend voor AFC in Amsterdam. En nog bij Volendam gespeeld. En in Indonesië. Ja. Carrière gehad. Ja, dat is allemaal volgende week in de aftrap. Voor dit weekend zeg ik heel veel plezier met alle wedstrijden die er zijn. Telstar tegen Jong Utrecht, AZ, Vitesse. Wat gaat PEC tegen Ajax doen? Ajax gaat winnen. Ajax gaat winnen. Daar hangen jullie geen uitslag aan voor de zekerheid? Nou... 1-3 hoor ik hier, 1-3. Ik sluit me er wel bij aan. En dan hebben we natuurlijk ook nog om 4:30 op eerste paasdag Almere Volendam. Veel plezier en graag tot volgende week. Dag. De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar de Zwarthoedadviseurs, Mick Toren en Kranenverhuur Volendam, Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.